In deze video word ik aangehouden door de politie, ga ik werken in een stadion, vliegen in een vliegtuig en zit ik opgesloten in de gevangenis. Ja, en dat allemaal in één video. Goed, jongens, we staan hier met Jan is een eend en Roemer is een kip in een... Ja, wat is het? Kleine stenen ruimte? Waar ben ik beland? Wat is er aan de hand? Dit is gewoon een beetje het begin. Dit is gewoon een beetje het begin. Kom je in een stad. Een hele mooie stad. Oké. Daar zal je wel verder zien. Oké, ik ben benieuwd. Ik denk dat ik op die knop daar moet klikken. Dat denk ik ook. Dan ga ik klikken en dan zie ik wel wat er gebeurt, oké? Ik heb wel honger. Gaat het opgelost worden? Als in daar dat ik daar hij heeft nog wel wat eten voor je. Jij hebt nog wel wat eten voor me. Weer visjes. Altijd kom maar. Vet. Daar is. Top, lekker, dankjewel. Hey, ik ga op de knop klikken. Ja. Ponk. Oh, ik denk al, er gebeurt niks. Maar hier is de doorgang. Nou, succes. Hoppakee. Jongens, we zijn hier aangekomen in een ruimtetje. En ik denk dat hier... Nee, meestal zit er onder het bed altijd iets verstopt, maar dat is nu niet zo. Ik zit in een bed. We gaan maar kijken wat er gaat gebeuren. Ik heb geen idee wat ik allemaal moet gaan doen, jongens. Hé, hey, wat is dit? Een jas. Ga ik mijn jas aandoen. Abonneren! Jongens, jullie moeten inderdaad even abonneren. Moeder, Max, kom naar beneden. Je moet gaan, anders ben je te laat voor het logeren. Ja, ik kom eraan. Ik pak nog even snel mijn koffer. Oké, nou ben ik in ieder geval weg. Ik ga naar een voetbalwedstrijd. Je moet bij nummer 12 zijn, hè? Nou, doei. Ja, doei. Oké, jongens, heb ik een logeerpartijtje. Heb ik blijkbaar. En ik moet naar nummer 12. Kamer Max, kamer Niels, kamer ouders, badkamer. En hier gaan we naar beneden. Maar ik vind dit vooral gewoon een hele mooie poster, jongens. Het heeft iets met gewoon wat jullie moeten doen. Gewoon abonneren. Oké, laten we snel naar beneden gaan. Ik moet mijn koffer pakken. Ik weet niet of die al beneden staat. Oh, het is donker hier. Het is wel een donker huis, dit. Sleutel Lapis, oké. Gaan we even kijken wat er allemaal moet gaan gebeuren. Kamer Niels, oh, is leeg. Kamer ouders is ook dicht. En de badkamer ook. Oké, nou dan is het heel simpel. Gaan we kijken wat we met sleutellapjes moeten doen. Ah, jongens, in mijn kamer heb ik hier mijn koffer. Met onderbroek, t-shirt, knuffel, ID-kaart, t-shirt en nog iets. En hier een boek en quill. Oké, die nemen we ook mee. Mijn dagboek. Dag 202. Ik ben vanochtend wakker geworden. Ik besefte me dat het vrijdag was. Dus het was de laatste dag van school voor het weekend. Voor de rest heb ik niet zoveel bijzonders meegemaakt. Ik ben vanochtend wakker geworden in mijn fijn verschoond bed. Mijn moeder zei dat ze naar werk ging, maar het is zaterdag. Ik ben benieuwd wat ze echt aan het doen is. Ik ga haar vanavond vragen of ik morgen mag logeren. Bij een vriend van me. Ik hoop dat ze het goed vindt, want er komen meer mensen. En het huis is erg groot waar ze wonen. Tot morgen. Oké. Dag 204. Ze heeft ja gezegd op mijn vraag of ik mag logeren. Ik ga om 6 uur naar haar daar naartoe. Eerst moet ik nog thuis eten. En daarna ga ik meteen weg. Ik ga nu alvast mijn koffer inpakken. Oké, jongens. Het is dus de dag. We gaan kijken wat mijn moeder echt aan het doen is. En we gingen logeren bij nummer 12. Dus laten we maar die kant op gaan. Ik heb mijn koffer. Ik heb een lapjesleutel. Dus we kunnen die kant op. Begraafplaats is hier. Wat is er nog meer? Een molen. Laten we in ieder geval deze kant op gaan. Ik denk dat ik hierheen moet. Ik weet niet. Misschien niet. Hey, hier is de lapjes door, jongens. Dan gaan we naar binnen. Ponk. Hoppakee. Oh, waar ben ik beland? Wat is dit? Een lege barrel en allemaal huisjes hier. Waar ben ik beland? Dit is niet huis nummer 12 waar ik heen moest. Oh, hier is lava. Daar moeten we voor oppassen. Wat is dit? Waar ben ik? Hier is een parcours naar boven. Is het de bedoeling dat ik hierheen moet? Ik denk het wel. Ik had niet voor niks die sleutel gevonden. Hey, jongens. Waar ben ik beland? Wat is dit? Ik ben omhoog geklommen. Niet. Ja, wat kom je hier doen? Weet ik niet. Ik had de sleutel gevonden. Ik ben op zoek naar huis nummer 12. Weet jullie waar dat is? Wij wonen hier gewoon boven de berg. In de tent daarachter. Sorry. We hebben nog wel een sleutel voor je, als je dat wil. Oh, ja, graag. Sleutel, kom maar. Wil je nog wat eten? Nee, ik heb nog wel wat eten, joh. Ja? Ja, kom maar met je sleutel. Kijk, wat is dit? Dit is een sleutel. Een sleutel voor die tent. Oh, dan ga ik daar gelijk heen. Dankjewel. Ja, succes. Niks pakken. Nee, dat komt goed. We gaan wel van alles pakken. Oké, jongens, een sleutel voor de tent. En ik moet wel een hele bijzondere route doen om naar huis nummer 12 te gaan. Om te kijken bij het logeerpartijtje of zo. Oké, waar ben ik? Wat is dit? Een tent met niet echt iets bijzonders of zo? Er is hier niet echt iets. Hierboven misschien, maar ja, daar heb ik geen sleutel voor. Dan heb ik tot nu toe hier nog niet echt iets te doen. Want ik moet er nog een sleutel vinden om die dingen hier te openen. Hoe ga ik dit openen? Waar is die sleutel? Ik kan niet zomaar dingen slopen natuurlijk. Deze barrels zijn allemaal leeg. Oh, hier zit... Nee, dit is geen barrel. Ik dacht hieronder zit wat. Huh? Lijkt er wel, maar dit is niks. No. Hey, jongens. Hallo. Is het gelukt met het kampvuur daar? Wij zijn dat is lekker. Daar. Nee, ik lekker. Heb een vraagje. Jullie wonen in deze tent. Ja. Jullie gaven mij een sleutel voor de tent. Mm-hmm. Maar volgens mag ik niks pakken, zeggen jullie.
Nee, klopt. Waarom krijg ik dan een sleutel? Omdat je hier mag overnachten. Oh, kijk. Ja, maar, jullie hebben een gekke plek hier. Daar heb je sleutel voor nodig. Pardon? Dit boven hier. Dit is ons kluis. Oh, en die sleutel, waar waren jullie die? Voor welk huis? Voor dit hier? In jullie kluis? We hebben hier gewoon wat speciale spullen van ons liggen. Ja, maar waar is de sleutel? Van deze kluis. Ja. Ja, dan zou ik toch even kijken bij de molen. Bij de molen helemaal. Nou, ga gelijk. Nou, wij gaan hier slapen, dus... Doe jullie ding. Yo. En de molen, jongens, die staat natuurlijk helemaal aan de andere kant daar. Oké, okay, de molen. Ze geven me wel gewoon simpel de locatie van hun kluissleutel apart. Maar maakt niet... Oh, weer een trapdingetje. Ik heb echt hekel aan dit parcours, jongens. Zo. Een parcours zoals dit. Ik haat het echt. Maar we zijn er. Niks aan de hand. En sleutel, kluis, hoppakee. Ik mag niks stelen. Maar ze geven me wel een huissleutel. En ze laten wel weten waar de kluissleutel ligt. Dit is ronduit gewoon verdacht. Oké, okay, dan gaan we weer naar binnen, jongens. Dan liggen... ze liggen te slapen. Weet je, we gaan gewoon simpel die kluis openen. Sleutel van het huis. Ik weet niet welke huissleutel dit is, maar ik neem hem mee. Jongens, hallo. Doei. Ga je doen? Ik ga weg. Goed, dan gaan we weer naar beneden, jongens. Sleutel van het huis. En ik weet niet welk huis. Ik gok dat het sleutel is van huis 12. Waar het logeerpartijtje is en waar we erachter gaan komen wat mijn moeder daadwerkelijk aan het doen is. Want dat is nog één groot mysterie. Volgens mij is dat... Hé, hoe kom jij nou weer hier? Huis nummer 12, ja. Kijk, hoppakee. Jij bent snel. Hoe ben je nu al hier? Ja, nee, ik woon hier. Ik slaap bij mij vannacht. Oh, ja. Ik heb het logeerpartijtje bij jou. Mijn huis. Oké. Okay. Nou, ik... Gegeven. Sorry? Heb je een sleutel nog? Of, Ja, ik heb een sleutel van jouw huis. Ja, hoe ga je dat doen? Zo. Nou, helemaal top. Nou, ik moet nog even wat voor mijn moeder doen. Dus als jij even naar binnen gaat, dan Straks. Komt helemaal goed. Ja, oké, jongens. Ik weet niet wat ik hier van plan ben om te gaan doen. Maar laten we maar gewoon kijken wat er te doen is bij dit logeerpartijtje. Ik moet wel zeggen, het is een behoorlijk vreemd eng huis dit. En wat is hier? Een boek. Is het leeg? Oh, de lichten knipper ook echt. Waar ben ik, jongens? Wat is dit? Wat voor horrorhuis is dit? Oh my days, het is donker hier. Ik zie helemaal geen ene drol. En er is wel een skeletonhoofd hier. Ik wil hier helemaal niet logeren. Dit is een veel te eng horrorhuis om te logeren. Wie woont er nou zoals dit? Even kijken. Hier is een boom die uit het dak steekt. Oké. Okay. Wordt gekker en gekker hier. Oké, okay, hier is een soort van... Lijkt wel iets ingestort. Hier kom ik dus niet doorheen. Dat is helemaal prima. We gaan even kijken wat de bedoeling is, jongens. Want dan loop je nu een beetje natuurlijk doelloos rond. Hier is een doolhof. En ik zie hier, volgens mij... Heb ik een gouden sleutel nodig om door te gaan? Oké. Okay. Dat kan ik, dat kan ik. Laten we een beetje barrels en weet ik wat allemaal bekijken. Dat heb ik nog niet gedaan. Ga gewoon overal gaan en kijken tot we iets vinden. Wat is dit nou weer hier? Hè? Wat is dat? Dat groene vlekje op de muur daar. Hè? Hé, een geheime doorgang, jongens. We hebben een geheime doorgang gevonden. En in een... Wat is dit? Een ruimtetje hier met een bed? Alleen verder is hier helemaal niks. Heel apart dit. Laten we het doolhof maar even doorlopen. Alleen hier is het zo donker dat ik gewoon niks zie. Letterlijk. Roast chicken en roast chicken. Dat nemen we maar mee. Misschien heb ik er wel wat aan. Hoor de wind waait door de bomen. Huh? Dat is bij de boom hier. Oh, daar zit een barrel boven. Sleutel, koperblok. Ik heb het, jongens. Niks aan de hand, joh. Hoppakee. 1, 2. Dan gaat de deur hier open. Dan komen we hier in een nieuwe ruimte. En hier zit wel wat onder het bed. Natuurlijk zit wat onder het bed verstopt. Sleutel, gouden blok. Even goed, gaan we even op nog meer plekjes kijken. Of er niet meer dingen verstopt zitten. Ik wil hier eigenlijk heel gauw weg, jongens. Uit dit horrorhuis. Ik vind het helemaal niet leuk hier binnen. Hier doen we het goudblok nu maar open. We komen weer in een donkere ruimte hier. Oh, wat is dit nou weer? Lopen we langzaam door en dan komen we hier in een soort mancave idee. Er zit vast wel iets onder verstopt hier. Oké, hier hebben we een lappiesdeur nodig. En dan komen we in een slaapkamer, lijkt wel. Oh, we zijn nu aan de andere kant van deze muur. De ingestorte muur. Dus we maken progressie, jongens. We maken progressie. Sleutel lappies hebben we gevonden. Het gaat snel. Het gaat heel snel ineens. Dat is als het goed is hier die slaapkamer in. En daar vinden we, denk ik, een diamond sleutel, gok ik. Maar waar? Hier misschien achter.
Ja, sleutel diamond, jongens. We hebben hem. Dan gaan we hierdoor naar binnen. En dan komen we weer in een nieuwe ruimte. Oh, hier is wel een balkon. Frisse lucht. Hé, de Nederlandse vlag. Oh, frisse lucht, jongen. Wat is dit voor locatie, ouwe? Waarom wil ik hier logeren? Waarom is, dacht ik dat dit een goed idee was? En hoezo vindt mijn moeder het goed dat ik hierheen ga? Ze zijn beter klaar voor, want je gaat logeren bij nummer 12. Zodat ze weet dat dit het sleutelpoort. Welke poort? Welke poortsleutel heb ik? Laten we in ieder geval naar buiten gaan. Misschien dat het ergens in de tuin is. Want de poort is meestal niet in een huis, maar buiten. Die kaars in de cirkel hier, dat lijkt ook echt alsof ze een of andere demon willen oproepen of zo. Ik ga weg. Ik ben er. De deur zit dicht. Hier moet ik... Nee, ik zit opgesloten. Oh, god, jongens. Ik zit opgesloten. Oh, laat maar. De deur is wel open. Niks aan de hand. Niks aan de hand, jongens. En volgens mij zit hier, zag ik net, een poort. Is dit een poort? Oh. Is dit een poort? Volgens mij is dit de poort. Ik weet het niet zeker. Laten we in ieder geval de hendel er maar op doen. Dan komt hij. Ja, het is een poort. Daar gaat hij, jongens. Hij gaat open. Dat is een goede gok dat dit de poort was. Hoppakee. Zo, waar zijn we beland? In de tuin van het horrorhuis. Wat is dit allemaal, hé? Waar ben ik beland? Oké, we gaan de goede kant. Oh mijn god, het is een tank! Oké, dan gaat de tank voorbij, jongens. Ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Er rijdt in één keer een rare tank voorbij. Laten we mij maar rustig doorlopen. Ik weet niet wie er op nummer 12 woont, maar... Oh mijn god, hij heeft een pistool. Of een geweer, zelfs niet eens een pistool. Gewoon echt een geweer. Hallo. Hallo. Goeiedag. Wat kom je hier doen? Ik heb geen flauw idee. Dit is huis nummer 12. Ik kwam hier logeren en ik moest hierheen, dacht ik. Ja, als je even tegen de muur gaat staan, ga ik even fouilleren. Voor je het langs mag. Deze muur hier? Nee, tegen deze. Wie schiet er? Waarom wordt er geschoten? Kom even tegen deze muur aan staan. Ja, ik ga tegen de muur aan staan. Helemaal prima. Fouilleer me, mama. Je bent goed. Ja? Mag dan wel even je ID-kaart zien, alsjeblieft. Prima. Maar dan moet ik even mijn koffertje plaatsen hier. Ik heb een ID-kaart, ik heb kleding bij me, ik heb zelfs een knuffeltje mee. Hier, ID-kaart. Top, dankjewel. Ja, krijg je weer ja, terug. Ja, goed gekeurd. Zeker. Één dingetje. Ik, ja? Ja, trouwens, dit kan ik wel zo slapen. Laat maar, joh. Helemaal prima. Zo, hoppakee. Ja? Ben ik goed gekeurd? Mag ik er overheen? Ja, ik kan gaan. Top, dankjewel. Veel plezier met jullie tanken, jullie geweren. Nee, je moet nog wel even wachten hier in dat huisje. Tussen de poorten. Volg mij maar even. Oh, prima. Nog even extra... Nog meer controle. Jongens, ik heb echt oprecht geen flauw idee wat ik hier doe. Ik weet niet waar ik heen moet, wat ik moet doen. Ik ben maar gewoon een beetje... ik volg het maar allemaal gewoon. Dus wat de wachtruimte is dit? Oh, dit is de wachtruimte. Prima. Wacht hier maar even. Ja, is goed. Nou, jongens, ik wacht hier. Goeiedag. Hallo. Ik ben uw chauffeur. Je bent een chauffeur? Dus je hebt meerdere taken. Je bent een bewaker en chauffeur. Naar het vliegveld toe. Het vliegveld? Waar ga ik? Wat ben ik aan het doen, jongens? Ik ging logeren. En vervolgens kom ik bij een legerbasis. En nu ga ik in één keer naar het vliegveld toe. Er staat ook een auto klaar hier. Hij is wel een leuke auto, dit. Kan ik instappen gewoon achterin? Ja. Nou, wat gaan we doen? Dan gaan we, even jongens. Even naar de hangar en dan kunt u instappen bij mijn collega. Maar waarom? Wat ga ik doen? Waar gaan we heen? Ik snap er echt helemaal gereed van. Er staat ook een vliegtuig klaar ineens hier. Succes, meneer. Goedendag. Dankjewel. Hallo. Collega, heb je goed gefouilleerd alles? Ja, helemaal prima. Ik weet niet waarom ik in één keer een vliegtuig heen ga, maar ik vind het allemaal prima. Ja. Ja. Nou, stap in. We gaan naar Indonesië. Wacht even. Naar Indonesië? Ja. Waarom? Waarom moet ik naar Indonesië mee? Je hebt deze vlucht geboekt, toch? Ik heb helemaal niks. Ik weet je... Prima, ik stap in. Ik vind het helemaal prima. Laten we maar gaan, jongens. Dan gaan we met een vliegtuig gaan we naar Indonesië. Terwijl ik dacht dat ik gewoon ergens ging logeren. Kijk, we hebben toestemming. Ja. Toestemming gegeven voor het vliegtuig naar Indonesië. Waarom gaan we? Ik snap er echt niks van, jongens. Nou, we gaan naar de opstijgbaan. Daar komt ie. Nou. Ja. Ik ben er helemaal klaar voor. Laat maar zien hoe dit ding vliegt. Als het überhaupt kan vliegen. Oh, maar we gaan wel ineens wel heel snel. Ik lach als dit ding echt kan vliegen. Oh, je moet wel heel... Oh, hij kan vliegen! Hij kan echt vliegen, jongens. Oh, god. Oh, het is een soort parcours wat we doen. Oh, my days. Wat is dit een rare route. Pas je wel op dat ja, ik niet tegen de muur aan vliegen. Er gaat iets mis. We moeten even landen. We moeten even landen. Oh, helemaal prima hier. Nou, land maar. De propeller is gebroken. Propeller is gebroken? Ja. Het vliegtuig is kapot. Ik reed tegen een rots aan. Nou ja, tegen die muur. Oké. Ja, en nu? Wil je zeker dat ik het oplos? Ja, dat heb ik wel graag. Oké, dat ga ik regelen. Jongens, we zijn hier op een of ander vliegend eiland. De piloot die is tegen een muur aangekrald. En nu moet ik het weer oplossen. Ik zie al hoe dit zit. Ik ga echt nooit meer bij nummer 12 logeren, jongens.
vlucht naar Indonesië en het gaat fout. Ik zie daar al een gat of iets rood. Oh god, ik ben het water maar ingesprongen, jongens. Ik denk dat je even terug moet komen. Ik kom eraan. Ik heb nog iets voor je. Wat heb je voor me? Ik heb hier een hele mooie sigaar. We zijn een beetje verkeerd geland, maar overal waar een kruis staat mag je doorheen. Oh, dus ook hier. Hier ook. Hier heb je de sigaar. Waar is de sigaar? Oh, daar is de sigaar. Hier. Oh, oké, okay, dus overal hier kan ik allemaal doorheen. Ah, kijk. Rode wol. Boek en quill. En coördinaten van weet ik veel wat. Ik zou de schaar wel meenemen. Ja, dat komt goed. Oh, je hebt per ongeluk hierin gedaan. Spullen nodig. Elektrische flaps. Spikeless en een jerrycan. Gaan we regelen. Komt helemaal goed. Rode wol, jongens. Dat is hier beneden. Daar kunnen we doorheen hakken. Spikelesses gevonden. Dat was makkelijk. Daar is weer rode wol. Dan hebben we de elektrische flaps hebben gevonden. Oh, we verdrinken bijna. Wacht. En daar helemaal in de verte zie ik de laatste rode kruis. Alright. En hier is de jerrycan. Het is ook echt de jerrycan dit. En hij daar boven maar gewoon wacht op mij. En dan moet ik het maar allemaal weer oplossen. Ik zie alweer hoe het zit. Oké. Okay, ik heb als het goed is alles wat je nodig hebt. De flaps, de jerrycan en... hier, hoppakee. Dan gooi ik die coördinaten. Ga ik weggooien zo. En het boekje ook. En de scharen ook. En de wol ook. Kan je hem repareren? Lukt het? Ja, dat wel. Oké. Okay. Ja, mijn vleugels waren gekneusd hoor. Ik kon niet zwemmen. Je vleugels waren... Oh, je bent natuurlijk een kip. Ik denk, waar heb je het over? Ik denk de vleugels waren van het vliegtuig. Ja, hij vullen. Kijk, heb je goed gedaan hoor. Ja, is hij weer helemaal... Dat we moeten werken. We kunnen weer. Heb je niet een grotere opstijgbaan nodig dan nee, dit? Nee, lukt zo. Ik heb er geen vertrouwen in, maar het zal, jongens. Daar gaan we. Oh, daar gaan we. Ah, makkelijk. Oh, joh. Ja, goed vliegtuig dit, dat het zo kan. Nou, heb jij gefikt. Kijk, en hier is een goede landing. Maar we waren zo dichtbij. Ja, we Had je niet gewoon door kunnen vliegen? Nee, we waren nog bij Singapore daar. Oh, mijn god. Nou, Indonesië. Dit is niet hoe ik had gedacht dat het eruit zou zien, maar... Jawel, jawel. Dit is Indonesië. Dit is Indonesië. Oké. Okay. Kijk. Hoppa. Kan ik uitstappen? Jij kan uitstappen. Ik ga weer terug. Zo. Ik wens je nog een fijne dag. Ik ga kijken wat ik hier ga doen. Ik weet eerlijk gezegd niet waarom ik hier naartoe ben gevlogen. Ik denk dat mijn moeder doodbezorgd is. Maar we gaan het zien, oké? Okay? Ik denk het ook. Oké, okay, nou, fijne dag. Doei. Jongens, Indonesië. Ik had niet gedacht dat het zo eruit zou zien. Hey, een doorgang, jongens. Hoppakee, waar zijn we beland? Wat is dit? Een grot. We gaan maar gewoon de grot. Hey, ik sta helemaal open voor het hele avontuur. Hier, lava invallen is voor sukkels natuurlijk. Oh, en ik ben een sukkel in dit geval. Oh, niet doodgaan. Niet doodgaan. Is dit een bed hier? Spawnpoint. Oh, top. Daar gaan we, jongens. Dit gaat fout. Poging 2, jongens. Oké. Dit gaat helemaal goed. Niks aan de hand. Oh, mijn god. Dit is een vervelend sprongetje. Nee, ik spring te ver. Nee, niet doodgaan. Alsjeblieft, niet doodgaan. Oké, niks aan de hand, jongens. Niks aan de hand. Daar gaan we. Oh, mijn god. Wat? Nee, nu ga ik wel dood. Nee. We hadden zo'n simpel sprongetje. Hier. Deze keer halen we het gewoon. Nee. Wat is dit? Stageloper? Waar ben ik? Oh, mijn god. Wat gaat er nou weer gebeuren? Oké, laddertje naar boven. Waar zijn we terechtgekomen? Ah, Indonesië. Dit is precies hoe ik het wederom had voorgesteld, dit. Hallo. Hallo. Ja. Jij ook weer hier. Jij bent wel echt een man van vele talenten en locaties. Ja, ik ben een fan van deze club. Van de club? Is het mijn voetbalstadion? Het is FC Joda's voetbalclub. Oké. Okay. Als je informatie hebt over waar je heen moet, zou ik naar de receptie gaan. Dus, ja. Die kant op. Oké, top. Dankjewel. Ga kijken. Succes. Dankjewel. Wat is dit? Joda FC. Oké. Okay. FC Joda Informatiedesk. Hallo. Hey, hallo. Voetbal. Ik heb informatie nodig. Voor wat? Ik heb geen idee. Wat doe ik? Wat is dit? Waar ben ik? Wil je een stadion tour? Heb je stage? Ja, ik heb stage. Ik zie je hier. Kijk, ik heb stage. Perfect. Ik loop even richting jou. Waarom heb ik stage? Het gaat alle kanten op dit verhaal. Kijk, kom mee. Ja? Kijk, top. We gaan stage lopen, jongens. In Indonesië, bij FC Joda. Opslag, stagekamer. Heb je wat spullen voor je? Oh, je dropt het. Cornervlag, stage shirt. Oh, daar moet ik mijn eigen jas uit doen. Stage shirt, stage broek, stage schoenen. Joda wedstrijd shirt. Oké. Ja. Cornervlag en een takenboekje. Oké, die ga ik doorlezen en dan moet ik denk doen. Ja, gaat lukken.
gaat helemaal prima. Gaat helemaal lukken. Top. Ik ben ineens stage aan het lopen. Taken voor stage lopen. Let op, al deze taken moeten gedaan worden. Al wil je een vliegticket terugverdienen. Maar waarom ben ik hier dan in eerste instantie heen gegaan? De lampenmast is weer eens kapot gegaan. Zorg ervoor dat deze weer gaat werken. Een stuk van de vlag is kapot gegaan. Ga naar het dak van het stadion om deze te regelen. Er is een cornervlag kapot gegaan tijdens een voetbalwedstrijd. In de kleedkamer mist een shirt. En er zit een bepaald soort dier op de balie van de kantine. Welk dier is dit? Lees je antwoord hardop voor. Nou, weet je, gaan we allemaal regelen. Wat is dit? Toegang op het veld. Stadion dingen. Oh, ringen. En receptie. Oké, stadion, ringen en dak. Laten we dat eerst doen. Gaan we hier met de trap omhoog? Ring 1. Ik moet naar het dak. Ah, dak, stadion, lampenmast. Daar moeten we heen. Clubvlag, lampenmast, staand. Wat is dit? Oh, maar deze jongens, wacht. Er zit een mega stadion, of niet? Oh, god, en ik sta op het dak. Yoda staat er ook vet groot. Oké, lampenmast, staand. Daar moet ik heen. Dus dan moet ik de rode lijn moet ik eerst even volgen. Moeten we hier over het stadion heen lopen, jongens? Ik heb het gevoel dat ik elk moment naar beneden kan vallen. En hier is de clubvlag. Oh, laten we die eerst doen. Oh, dit is wel heel eng, dit, jongens. Oké. Dit vind ik wel heel eng. Oh mijn god, ik ben blij dat ik hier ben. Oké, eerst laten we de clubvlag doen. Wat is dit? Grey wool, grey wool. Die nemen we mee. Ik weet niet specifiek waarom. Misschien om die vlag te maken. Wat een route naar die vlag toe, hé. Oh, hier stopt het. Hier moet ik helemaal niet heen, dus. Nou, laten we de rode lijn dan maar even volgen. Kijken wel waar dat uitkomt. Oh mijn god, en ik moet daarheen volgens mij, of niet? Ik denk dat ik dood ga, maar we gaan het even goed proberen. Oh, dat ging net al goed. Oké, nu zijn we hier en hier moet ik iets regelen. Maar wat? Hij ziet er gewoon goed uit, hoor. Hij werkt volgens mij gewoon. Het lijkt, volgens mij is er niks mis met deze lamp hier. Vanaf het veld. Andere kant. Andere kant van wat? Van de lamp? Oh, ik moet naar die lamp daar. Jongen. Ben ik helemaal voor saus hierheen gelopen? Daar staat hij inderdaad uit. Ik zie het. Ik ben helemaal voor saus hierheen gelopen. Oké, de andere kant. We zijn er. Ik denk dat ik deze sprong zo gewoon kan halen. Hoppakee. En hier inderdaad. Hij staat uit. Geregeld. Dan staak 1 is compleet. De lampmast is weer eens kapot is gedaan. Een stuk van de vlag is kapot gegaan. Ga naar het dak van het stadion om deze te regelen. Ah. Dan heb ik nu de grey wool van de vlag. Heb ik. Dan moet ik even kijken waar die vlag is. Ah, daar is die vlag ook. Ik zie het nu. Kijk hier, jongens. Pom, pom. Hoppakee. De vlag is ook weer gemaakt. Ziet er goed uit. Snel terug naar beneden om de andere taken te regelen. Toegang op het veld. Laten we daar maar in gaan. Dan moet ik ook de kleedkamers moet ik ook nog even tegenkomen. Huh? Dit is helemaal geen toegang op het veld. Wat moet ik dan achterom ineens? Oh joh, we zijn er. We zijn er. Niks aan de hand. Kijk, op het veld. Jongens, een van de cornervlaggen is stuk. Die ziet er goed uit, maar die ook. Oh, deze is kapot hier. Huh? Nee, oh, deze mist hier gewoon. Ik zie het al. 1, 2, 3. En dan moet ik helemaal parcouren om die andere erop te doen. Zo, en die laatste vlag, die is schuin. Maar hoe wil je dat ik dat doe? Dan kan ik toch geen blokje plaatsen? Oh mijn god, dan moet ik helemaal dit blokje gebruiken. Wacht. Die hoort hier. En deze hoort... Weet je, dit is prima. Zo, mooie vlag. Kleedkamer en in de kantine moet ik nu zijn. Maar waar is dat? Hier, denk ik? Hier naar binnen? Of niet? Nee. Hallo, waar is de kantine? Waar kan ik die vinden? En de kleedkamers? Ja, loop maar bij. Ik laat je zien. Ja. Nog een beetje geluk met de taken. Ja, het gaat helemaal prima, joh. Ik ben druk bezig met van alles. Een mooie corner klaar. Ja, ik kreeg hem niet op, dus ik vond het prima. Oké. Oh, helemaal die hoek daar zeker. Ja, klopt. Mm. En dan straks voor de kantine. Ja? Doe je daar, door de eerste ring. En dan daar bij het glas erin. Over die tribune. En dan daar achter de goal zit de kantine. Ah, dan kan ik bij het glas erin ook, of? Nee, maar ik denk dat het wel genoeg info is. Oh, prima. Komt goed. Ja? Ja. Oké, jongens. Hier is de kleedkamer waarschijnlijk. En er mist een shirt. Ja, hier missen allemaal shirtjes. En hier... Ah, kijk, hier mist één shirt. Dat is deze. Hoppakee. Dan hoef ik nu alleen nog naar de kantine toe. Zo, dan lopen we ring 1 lopen op. En dan moest ik daar naar het glas toe. En dan als het goed is daar de kantine. En dan moet ik kijken welk dier er op de... Wat is het? Balie of zo zit? Wat was het, zei die nou? Er zit een bepaald soort dier op de balie van de kantine. Welk dier is dit? Nou, gaan we even kijken. Er zit een... Eend? Kip? Oh, dat was een kip. Het eend bedoel ik. Het antwoord is goed. Het was een eend. Hey. Ik heb mijn taken compleet, jongens. Laten we teruggaan naar de receptie. Hallo? Hallo, is er iemand? Ik heb mijn taken als stagiair compleet. Ik ga mijn outfit uitdoen. Ik lever hier mijn spullen in. Als het goed is mijn taken heb ik gedaan. Hallo? Goedendag. Ik ben klaar met mijn taken. Ja, heb je alles alweer ingeleverd? Ik heb alles weer ingeleverd. Top. Dan heb ik hier je kaartje. Mijn vliegticket. Top, dankjewel. En in principe ben ik ook wel gewoon, ja. Jij bent ook piloot, gelijk. Ja. Nou, top. Dat klopt.
Multitasken, jongens, iedereen hier. We hebben veel geleerd in deze stad. Hé, wat is dit? Hier. Kijk, als je even naar beneden gaat. Prima. Gaan we weer een grot door. Indonesië is gek, jongens. Ik denk niet dat ik terug wil naar Indonesië als ik me zo'n avontuur hier eens heb beleefd. Ja, ga je erheen. Mag weer terugkomen. Naar jou toe? Ja. Hoezo? Ik heb even wat gefixt hier. Huh? Je hebt wat... Oh, er is in één keer een gat in de muur, joh. Ah, oh, hey, we zijn hier. Kijk, dan gaan we terug. Ja. Wat heb ik hier gedaan eigenlijk? Waarom ben ik hierheen gegaan? Ja, je hebt ons even geholpen in Indonesië. Oh, nou, helemaal top. Is dit nou een beter vliegtuig? Ik heb hem even wat mooier gemaakt. Kijk eens, je hebt hem getekend. Of op geschilderd, gespreid. Ja, gespreid. Nou, dan gaan we weer, jongens, vliegen. Terug naar huis. En boos worden op mijn moeder dat ze me hierheen heeft gestuurd. Moet je heel even een tussenstopje maken. Oh, niet weer. Oh, nee, gaan we weer. Oké. Even wat doorgeven. Ja, dan gaan we weer over de oceanen. Door de muren. Die hele gekke vlucht vind ik het. Hey, ik zie schildpad vanaf hier. Nou, we kunnen wel even voor meerdere. Oh, we gaan een rondje doen. Meerdere schildpadden zelfs. Schildpadden, zei ik dat nou? Schildpadden, ja. Ik zei schildpad, ik bedoelde schildpadden. Oh, pas op. Niks aan dat. Oh mijn god, het scheelde niet veel. Nee, klopt. Nou, we hebben het gehaald. We zijn weer terug. We zijn weer thuis, veilig. Wat voor vliegveld is dit trouwens? Dat de tanks rondrijden en weet ik wat allemaal. Dit is gewoon goed beveiligd hier. Ah, dat is wel heel goed beveiligd. Stap ik te vroeg uit, sorry. Nee hoor. Hey, dan heb je jou weer, de bewaker met de pistool. Ja, je mag even tegen de muur gaan staan en dan ben je aangehouden. Aangehouden? Ja. Hoezo? Voor het inbreken in het stadion. En je was te lang in Indonesië. Wat is dit nou? Ik ben letterlijk daarheen gegaan. Ik weet niet eens waarom. En ik heb ze geholpen. Je mag maar de tijd dat je in het land mag zijn en je was te lang. Oké, ik was te lang. Ja, dus ik ga je even leren. Ja? Oké, het eten mag je hebben en je boek. En nu? En dan komt mijn collega met zijn auto, denk ik. Anders dan volg mij maar even. Oké. Okay. Niet weggaan, hè? Nee, ik volg je. Rustig aan, niks aan de hand. Ah, politieauto! Kijk! Een politieauto, dan stappen we in. Ja, collega. Zo. Oh, dit is wel heel krap met z'n allen zo. Ja. Hallo. Oh, jullie zitten, kijk zo. Nou jongens, toen zaten we in één keer in een politieauto. het ziet er wel lekker uit, moet ik zeggen. Nee, ik wil nooit in een politieauto bij heeft gezeten. Hier recht op een advocaat. Recht op eten en drinken. Recht op medische hulp. Heeft u die nodig? Nee, het gaat helemaal prima. Recht op zwijgen. Recht op één telefoontje van 2 minuten. En dat was het eigenlijk wel. Wil je iets van je rechten gebruik maken? Nee joh, het zit wel prima. Ik kijk wel waar het avontuur me brengt. Ik wist niet eens dat ik naar Indonesië ging. Toen blijkbaar mocht ik er niet heen. Ik vind het allemaal helemaal prima. Je was er te lang. Ik was er te lang. Ja? Mag ik je spullen? Wil je alles? Alles. Ook mijn eten? Nee, hou maar. Hier heb je wel kip. Ja, loop maar met mijn collega mij. Ja, volg mij wel. Zit ik gewoon weer ineens in de gevangenis, jongens? Kan je deze kleren pakken? Hé, dat is mijn hoofd. Ja, tuurlijk. Hoezo is dat mijn hoofd? Hé, hey, hallo! Ik moet er nu opgesloten zitten. Hallo! Dus, Oh, en water, appel en... Oké, helemaal prima. We zorgen jullie wel goed. Ja, maar hoezo is mijn hoofd hier? Wisten jullie dat ik hier aankwam of zo? Ja, je was al gezocht. Ik was al gezocht. Hoppakee. Hé joh! Rustig aan joh! Kijk, succes. Dankjewel. Af en toe zul je nog wel een keer wat van ons horen. Ja, ik zie wel wat er gebeurt. Als je niet luistert, dan zul je ook wel zien wat er gebeurt. Dan krijg ik de zweep. Nee, wel meer dan dat. Dan... Oh. Oké, nou we gaan het zien. Ja? Ja. Oké. Okay. Nou ja, jongens, zitten we weer in de gevangenis opgesloten. Zonder reden, want ik ben in Indonesië. Ik wilde niet eens in Indonesië. Kom ik terug, ben ik te lang in Indonesië geweest en nu zitten we vast. Na een beetje overal gekeken te hebben, jongens, ben ik ook tot de conclusie gekomen dat er niks in mijn cel is. Dus we kunnen ook niks doen. We zitten echt gewoon opgesloten. Volgens mij komt er weer iemand aan, jongens. Goeiedag. Hallo. Je hebt bezoek, kom maar mee. Ik heb bezoek? Van wie? Is het mijn moeder? Van geen idee, weet ik. Oh, ik ben heel benieuwd. Bezoekersruimte. Kunt u hierin gaan staan? Ja, helemaal prima. Dan over een tijdje kom ik terug en is het voorbij. Dan is het voorbij. Wie is de bezoeker? Dat vraag ik me echt af. Wie is de bezoeker? Er is helemaal geen bezoeker. Er is helemaal niemand. Niemand komt me opzoeken. Natuurlijk niet. Zelfs mijn moeder niet. En er is ook niks in het hok hier. Hallo. We hebben een klein gesprekje en ik kom straks terug en dan is het gesprek voorbij. Hoe lang hebben we de tijd? 2 minuten. Maximaal. Hallo? Hallo. Jij hebt mij aangehouden. Dat klopt niet. Dat lijkt je heel erg op degene die mij heeft aangehouden. Je lijkt heel erg op de piloot. En je lijkt heel erg op de persoon die bij het stadion werkte.
Dat klopt allemaal niet. Ik heb heel veel broers. Je hebt heel veel broers, heel veel kippen. Hey, wie ben jij? Wat kom je doen? Ik ben je advocaat. Oh, je bent mijn advocaat? Dus als ik jou was, zou ik naar me luisteren. Dit prima. Ik heb wat spullen voor je mee. Ja. Maar ik kon niet opvallen. Dus okay. Ik heb het even in wat zakjes gestopt. Ja. Gewoon zomaar verstopt. Kijk. Ik heb hier een pickaxe. Oké. Okay. Een tulp. Moet een beetje stil zijn. Een tulp? Ja, daar heb ik het in verstopt. Oh, oké. Okay. En in de hele gevangenis liggen er heel veel spullen. Ja. Pickaxes. En je hebt uiteindelijk 4 nodig om te kunnen ontsnappen. Dan moet je ook in een kantoor zijn. En daar, daar zul je wel verder zien. Gewoon alles een beetje goed bekijken. Goed om je heen kijken en goed luisteren. Oké. Okay. En alles verbergen van wat je hebt. Ook zijn er soms zelfcontroles. Dus ik ga mijn best slim doen. Spelen. Ik ga mijn best doen. Ja. Komt helemaal goed. Maar hoe kom voordat ik aan die guard weer komt. Kijk, ik ga gewoon zoals dit geven. Oh, nou prima. Oké, okay, top. En prima. Ja, succes. Nou, dankjewel. Nou, het is voorbij. Dus, nou, dankjewel, advocaat. Hè. Dat komt helemaal goed. Ik ga hier gewoon legaal uitkomen. Ja, inderdaad. Ja, nou, tot ziens. Ja. Je mag ook mee ik komen. Mag weer terug. Ja. Helemaal prima. Nee, iedereen lijkt wel op elkaar in deze wereld. Iedereen lijkt op één en op... oh, hallo bewaker. Ik sprak net met iemand die echt precies op jou lijkt. Zou mijn broer wel eens kunnen zijn. Ik heb veel broers. Dit was mijn cel, hè. Dit hier. Top, dankjewel. Au, je hoeft niet slaan. Oké, jongens, ik heb een pickaxe. Alleen te gebruiken op ijzer, staat er. Als in ijzeren deuren. Of ijzeren dinges. Is dat wat ze bedoelen? Ik ga het gewoon hierop gebruiken, denk ik. Ik denk dat ik het gewoon hierop ga gebruiken. Komt-ie. Ik ga het hakken. Ja, ik ga het gewoon hakken. Ik ga het gewoon hakken. We gaan gewoon gelijk ontsnappen, jongens. Niks aan de hand. Ja, stopbaar. Dat zag ik. Niks? Wat zag kom je? Kom mee, loop mee. Wat? Ik zag dat je... Je zag helemaal niks. Maar, loop maar mee. Ik zei nog dat je moest gedragen. Ik gedraag me toch? Ik doe toch niks? Waar zijn we? Wat is dit? Waar gaan wij? Echt een beetje teleurgesteld. Isoleercel, natuurlijk. Een isoleercel gaan we in. Over een paar minuten halen we je eruit. Ik ja, goed na. Ja, ik denk heel goed na. Ik krijg een wolle vloer, jongens. Hier is letterlijk niks wat ik... Oh, hier is ijzer. Alleen, daar kan ik niks doen. Ja, ik heb nog steeds die pickaxe. Dan kan ik nog die deur slopen. Nog steeds. Snappen ze dat niet? Ik ga de deur gewoon slopen. Oh, dat kan niet. Oh, ik kan deze deur niet slopen. Ja? Ja, die mag weer komen. Ik heb geleerd van mijn fouten. Ja. Ik heb echt een hele weer een nieuwe wereld is voor me geopend. Moet je naar de wc? Mooi, hoor. Prima. Nog niet geweest. Daarom. Veel avonturen beleefd. Ja. En al die tijd niet geplast, hè, jongens. Kijk, succes. Ja, top, dankjewel, jongens. Jongens, we gaan even naar het toilet. Denk ik. Ah, er werd geschoten! Is alles, gaat alles goed? Nee, jongen. Niks meer. Ik ben klaar. Ja? Ja. Ik ben helemaal klaar. Of, Eindelijk opgelucht. Ja, nee, ik niet te douchen, joh. Oké. Okay. Nee, zeker? Nee, 100% zeker. Je stinkt. Nou, nah, dat maakt niet uit, joh. Dat lijkt me toch wel slim dat je gaat douchen. Oké, okay, ik ga wel douchen. Ja, mag morgen ook. Nee, ik ga wel douchen, prima. Ja? Ja. Nu ineens wel. Ja, dan zijn we er vanaf. Nou jongens, laten we maar douchen. Misschien vinden we nog wat nuttigs hier binnen. Nu ik hier toch ben. Oeh, alleen te gebruiken gold. Kijk, dan was douchen wel handig. Tuurlijk was douchen handig. Wat hoor ik? De douche. Niet naar binnen komen, viezerik. Ik moet wel douchen. Jongen, jongen, jongen. Oké, okay, ik ben schoon. Oké. Okay. Ik ben helemaal schoon. Ja, je haren zijn niet nat. Van de haren die ik heb geen haar. Je bent een beetje kaal. Ja, daarom. Mijn glimmend hoofd. Wil je de isoleercel of deze? Gewoon een normale, alsjeblieft. Top, dankjewel. Morgen mag je jongens? Buiten. Ik ga morgen lekker naar buiten. Ik vind het helemaal prima. Joe. Nou jongens, dan wachten we even op morgen. Ah, jongens. Het is 8:00 ochtends, zie ik nu hier. Goedemorgen. Goedemorgen, ik heb heerlijk geslapen. Heerlijk. Ja. Zullen we het helemaal wat harder maken, collega? Wat zeiden jullie nou? Geen celcontrole, of... Ja, het kan wat harder. Daar controleer jij de cel maar, joh. En? Iets gevonden? Nee. Top. Mogen we jou nog even proberen? Ja, prima joh, tuurlijk. Ja. Als je wil, hoeft niet hoor, maar... Ja, perfect. Ja? Niks gevonden? Helemaal niks. Goed voor je. Let's go. Kijken. Luchtruimte. Kijk. Wat een prachtige luchtruimte dit. Ik heb zelfs een beetje... Dit parcours. Ja? Heeft nog niemand gehaald. Dan ben ik de eerste, alleen maar op. Komt er zijn alleen erop. Nog maar gewonden geweest. Nee joh, ik raak niet gewond. Dus, parcours. Pas op. Nee joh, niks aan de hand. Niks aan de hand, hier. Ze hebben nog nooit mij in de gevangenis gezien. Deze mensen. Oh mijn god. Ik heb het niet gehaald. Ik ga niet met je naar het ziekenhuis. Nee, niks aan de hand. Komt goed, komt goed. Ik heb rubberen benen. Niks doet mij pijn.
Waarom schieten jullie de hele tijd? Ik schrik me kapot nu, daar heb ik mijn sprong niet gehaald. Ja, het spijt me. Jongen, jongen. Ging een veer. Weer een veer verloren, Jan. Ja, helaas. Oh, we zijn er bijna. We zijn er bijna. Is iemand wel zo ver gekomen? Ja, ja, tot de laatste sprong. Bij de laatste sprong hoef je... Oh, die moet je halen. Dus iemand is tot hier gekomen. Niemand heeft dit gehaald. Nee. Nee, niemand. Helemaal niemand. Wat zit daar in de kist? Stof. Hij was leeg. Wat een teleurstelling. Inderdaad. Helaas. Een grote teleurstelling. Jullie moeten het maar van mijn woord aannemen dat hij leeg was. Inderdaad. Ik geloof je. Nou, top. Waarom, je mag ook wel weer het goede pad op, als je dat wil. Hoe doe je het goede pad? Ja, in plaats van al die criminaliteit die je achter je ligt. Ik heb nog helemaal geen criminaliteit gedaan, man. Ik ben een kind. Ik woon nog thuis. Ik ging logeren met mijn moeder. En nu zit ik hier. Ja, ja. Ja, laten we maar naar je kantoor gaan. Ja, prima. Dan mag je gaan werken. Oh, dan mag ik werken. Hé, een walnoot! Ja, inderdaad. Top, mooi dit. Ja, succes hier. Ja, dankjewel, hè. Ik mag je blijkbaar... Hé, een kist, jongens. Alleen te gebruiken op hout. Ik heb nu een gold, ik heb een hout, ik heb een ijzer en een diamond. En we zijn aan het werk hier. We zijn een beetje... Oh, dit trouwens, dit zijn ze alle vier, jongens. Ze zeiden dat ik er vier nodig had en nu heb ik ze alle vier. Ah, dus dat betekent dat we goed bezig zijn. Ik ben klaar met werken. Alle factuurtjes zijn eruit gestuurd. Ik heb alles betaald en weet ik wat allemaal. Ja, top. Ja. Oh, wacht trouwens. Ik moet nog één dingetje doen. Ja, nog één dingetje. Nog één laatste dingetje, ja. Dus ja, merk ik het al. Top, dankjewel. Nou, Joostjes, is een geheim luik. Dan gaan we doorheen. En dan gaan we ontsnappen. We gaan ontsnappen van die stinkgevangenis hier. Hoppakee. Ze geven me te veel te vertrouwen. Die kip en die, die eend. Kijk hoe lang het duurt. Hij is wel lang bezig. Hij is wel lang bezig, hè? Zullen we even kijken? Nou, laat hem nog maar even. Oké, laat me inderdaad maar heel eventjes. Heel eventjes, jongens. Oh god, wat is dit? Wat doet dit? Pressure plate? Oh, doet niks. Oké, jongens, volgens mij zijn we goed op weg. Wat is dit? Gouden pickaxe en woede pickaxe. Die heb ik. Oké, okay, komt ie. Gouden pickaxe. Oh, nu gaan ze kijken. Ja. Maar even. Ze hebben door dat ik ben ontsnapt, jongens. Dan moeten we snel opschieten. Snel opschieten. Luik, het luik, het luik. Het luik! Er is iemand ontsnapt. Ga snel naar huis. Je moeder zit op je te wachten. Jongens, we gaan naar huis. Er is iemand ontsnapt. Ze loopt in een oranje pak. Ziet u hem? Ik trek het oranje pak nu gelijk uit. Ik ga snel naar huis. Snel naar mijn moeder. Die zit op me te wachten. Mam! Mam! Er is van alles gebeurd vandaag. Oh mijn god, ik ben thuis. Ik ben thuis, jongens. Oh. Ik ben nog nooit zo blij geweest om thuis te zijn. Snel naar mijn kamer. Hé, jongens, kijk. Abonneerposter hangt er nog steeds. Nog steeds abonneren. Mam! Ben je thuis? Oh. Een kist hier. Hey Max, als je dit leest, is het al te laat. Ik ben overleden. Je zou snel thuis zijn, maar je bent... Wauw, oké. Ik snap niet waarom je dit deed, maar kom op zijn minst op mijn begrafenis. Groetjes, mama. Wat een duistere spin. Ineens, jongens. Mijn moeder die is niet langer levend. Helaas. Oké. Jongens, blijkbaar ben ik te lang weg geweest. Mijn moeder die dacht, hey, ik vind het mooi geweest. En die ligt nu ergens bij de begraafplaats. Het verhaal wordt aparter en aparter. Het begint ook te regenen, dus het wordt ineens heel verdrietig allemaal. De begraafplaats, jongens. Oh god, daar zijn allemaal mensen. Wie ligt hier? Jona R. Drill P. Is dit de groep mensen? Zijn dit kennissen van mij allemaal? Ken ik jullie? Zijn jullie hier voor mij? Oh mijn god, is dit mijn moeder? Wat is dit? Duister. Waarom is dit? Waarom gebeurt dit? Wat is dit allemaal, jongens? En dan moet ik ook het graf nog in? Nee, dat geloof ik niet. Nee, staan we eigenlijk. Ah, hey joh! Daar blijft meneer. Jongen, wat disrespectvol. Ik ben hier op de begrafenis van mijn moeder. Je moeder is niet overleden. Oh, ze is niet overleden? Het was allemaal een grap. Om je aan te houden. Wat een duister grapje. Wow. Dat doe je toch niet, man? En nu? Hoe moest je je krijgen? Huh? En nu dan? Ja, we krijgen te weinig betaald om je aan te houden. Dus ga maar naar huis. Ik snap er echt niks meer van. Mag ik nou gaan? Ja. Mijn moeder is niet dood. Nee, ze leeft nog. Oké, nou, dankjewel. Fijne dag, heren. Hier hebben jullie spulletjes terug. Oh, top, dankjewel. Zo. Fijne nou, jongens. Nog. Ik kan weer terug. Blijkbaar is mijn moeder niet dood. Er wordt weer geschoten. We gaan snel door. Oké, we zijn weer thuis, jongens. We zijn weer thuis. Zit er iets nieuws hierin? Een nieuw boekje? Nee, dat is wel hetzelfde boekje. We zijn thuis. Veilig. En wel. En waarschijnlijk is mijn levensmoeder nog. Gelukkig. Oh. Kijk. Is het afgelopen? Dat was het gehaald. Oké, je hebt veel nieuw beleefd. Er is echt van alles gebeurd. Ik snapte de helft niet helemaal waar ik nou heen moest.
Ik begon in mijn huis, toen ging ik bij nummer 12 logeren. Toen ben ik... Ja, dat is nooit gebeurd, hè? Wat? Nee, ik ben nooit blijven logeren. Het was heel... ging alle kanten op het verhaal, maar ik vond het wel leuk. Ja? Op een bepaalde manier, ja, zeker. Nou, jongens, ik vond plot twist op het einde. En uiteindelijk ben ik weer veilig thuis gekomen. Ja, daarom. Dat is en je moeder leeft nog. En mijn moeder leeft nog, gelukkig. Nou jongens, dankjewel voor het kijken in deze video. Als jullie dit nou leuk vonden, vergeet dan zeker even niet te liken en te abonneren. Laat even in de reacties een cijfer achter wat jullie nou van deze map vonden. Van een 1 tot een 10 mogen jullie het achterlaten. En dan nu, kijk lekker deze video. Dit is namelijk ook een leuke video om zeker even te kijken. Hebben jullie nou nog niet gezien, moet je zeker even kijken. En dan nu spreek je later, glaasje water, telt 4 flesje bier. Tot de volgende keer.